trouwen in Mark Rutte. Oh, ik ben... Trouwen in Mark Rutte. Ja. Ondanks het leugentje, leugens. Ja, eigenlijk heb ik niet zoveel met politiek. Dus, nee, maar het vertrouwen is er nog. Ja, het vertrouwen is er nog. Oké, okay. Ja. Dankjewel voor uw reactie. Fijne dag nog. Ja, zelfde, dankjewel. Vertrouwen in Mark Rutte? Nee, totaal niet. Totaal niet? Nee. Hoezo? Nee, dat is één en zootje, dat hele kabinet. Ja. Kijk, en als de grootste partij niet met elkaar samen wil werken, ja, sorry hoor, dan is mijn vertrouwen echt... Oké, okay, duidelijk. Ja. Dag. Vertrouwen in Mark Rutte is mijn vraag. Niet echt, nee. Niet echt? Nee. Helemaal niet, bedoelt u? Ja. Oké, okay, duidelijk. Klopt. Meneer, heb je nog vertrouwen in Mark Rutte? Wat vindt u? Nee, niet echt. Ook niet meer? Nee, jongen, de meerderheid van... Twee keer zo... Ja. Nee. De meerderheid van Dedenzaan geeft geen vertrouwen meer in Mark Rutte, geloof ik. In ieder geval de mensen die ik nu spreek. En net zo als AstraZeneca. Die hebben verhalen over niet boven de 65. Ja. En één keer weer boven de 65. Dan heb je geen vertrouwen in de medicijn meer. Ja. Dus meer wantrouwen dan vertrouwen, zeg maar. Dankjewel hoor, fijne dag nog. Vragen? Zeker. Hebben jullie nog vertrouwen in Mark Rutte? Is mijn vraag. Ja, dat is een goeie. Ja, dat is een goede vraag, hè? Dat is een hele goede vraag. U moet, moet erover nadenken, merk ik. Nou, ik wil een serieus beantwoorden. Ja, nou, dank u. Ja. Hij is... hoe zeg ik dat? Ja, is goed. Hoi. Hey, ik vind dat hij iets te ver is gegaan. Te ver. Ja, en dat betekent dat er nog vertrouwen is of geen vertrouwen meer? Of een beetje? Of... Nee, eigenlijk... nee, sorry. Excuus. Sorry, Mark. Maar, geen vertrouwen in Mark. Oké. Okay. Ja, nee. Duidelijk antwoord. Bedankt. Ja. Fijne dag nog. Heb je nog vertrouwen in Mark Rutte? Maakt mij niet uit. Het maakt u niks uit. Oké. Okay. Geen probleem. Ja. Goedemorgen mevrouw, mag ik wat vragen? Hebt u nog vertrouwen in Mark Rutte, is mijn vraag aan de mensen op straat. Jawel. Jawel? Jawel. Oké. Okay. Jawel, hij heeft fouten gemaakt, maar het is wel iemand die weet waar hij het over heeft. En die ons toch goed door die crisis leidt met die jongen. Dus ja, ik geef hem een vertrouwen. Oké, okay, dank u voor uw reactie mevrouw. Nog een fijne dag. Ja, hebt u nog vertrouwen in Mark Rutte? Ik heb eigenlijk geen idee. Geen idee, oké, okay, dat kan. Oké, okay, fijne dag nog. Dag. Vertrouwen in Mark Rutte is mijn vraag vandaag. Ik nog vertrouwen in Mark Rutte? Ja, is een zeer actuele vraag, begrijp ik, onder veel mensen in het land. We peilen ook even de mensen in Hardenberg, Dedemsvaart, hoe zij daarin staan. Ik overval u natuurlijk met die vraag, u was met totaal andere dingen bezig. Exact, exact. Maar u hebt er waarschijnlijk wel een mening over. Nou, niet heel veel op het moment hoor. Niet heel veel. U laat het even rusten. Ik laat het even rusten. Nou, oké, okay. Dat mag, dat kan. Fijne dag nog. Hebt u nog vertrouwen in Mark Rutte? Nou, ik denk dat hij het wel een beetje, ons een beetje in de maling neemt. Maar ik geef hem daar, ja. Het voordeel van de twijfel. Het voordeel van de twijfel. Een beetje vertrouwen. Okay. Zeker. Duidelijk, fijne dag nog.